Het is fout om te veronderstellen dat de wetenschap in een algehele legitimiteitscrisis verkeert. Aan de ene kant is het heus wel zo dat er mensen zijn die een gezond wantrouwen hebben ten aanzien van institutionele, wetenschappelijke instituties, wetenschappelijke experts, etc. Maar aan de andere kant zie je dat vaak dezelfde mensen ook heel erg veel wetenschappelijke ambities hebben en wetenschappelijke aspiraties en een goede hoop hebben op de wetenschap voor het ontdekken van de waarheid, voor het blootleggen van nieuwe kennis en voor het aanboren van nieuwe technologische toepassingen bijvoorbeeld. Nou, precies voor deze mensen is er dus een vertrouwenskloof tussen enerzijds hun wetenschappelijke aspiraties en het wantrouwen dat ze hebben ten aanzien van de wetenschap. Die komen niet helemaal overeen. Ik zoek die verklaring in maatschappelijk onbehagen of wat sociologen ook wel noemen anomie. Anomische mensen die zijn vaak, die hebben problemen met de institutionele orde om zich heen. Ze zijn vaak losgezongen uit de traditionele institutionele kaders, waardoor ze om zich heen kijken en denken, ja, is dit het nou? Heeft de wereld niks meer voor me te bieden? Is er nou helemaal niets meer echt? Alles lijkt voor hen onvoorspelbaar, wispelturig, wanordelijk. En precies die mensen, die anomische mensen, juist zij scoren hoog op die vertrouwenskloof. Aan de ene kant zien ze de wetenschappers inderdaad als niet te vertrouwen. Hè, en de wetenschap en de universiteiten ook gewoon als gewoon actoren die helemaal buiten hun controle allemaal dingen doen zonder dat ze er überhaupt grip op hebben. En anderzijds denken ze, er is geen orde meer en daar zou toch iets moeten zijn. En de wetenschap is nou eenmaal bij uitstek toegerust op het ontdekken van die orde in al die chaos. Hè? Dat is ook precies de belofte van de wetenschap. En precies die mensen, die groep mensen, de maatschappelijk onbehagelijke, koppelen dus hun wantrouwen ten aanzien van wetenschappelijke instituties heel erg sterk aan grote, hoge wetenschappelijke aspiraties. Hè? En dus die vertrouwenskloof voor hen is het grootst. Kijk, wat je de laatste tijd heel vaak ziet, is dat heel veel ministeries bijvoorbeeld, maar ook wetenschappers en mensen in de samenleving, allemaal roepen om meer democratisering van de wetenschap. Wat eigenlijk wil zeggen dat het grote publiek, het algemene publiek, een meer bepalende, beslissende rol moet krijgen in de wetenschap. En dat is heel logisch, bezien vanuit zo'n vertrouwenskloof ten aanzien van de wetenschap. Als je aan de ene kant denkt, ik heb heel veel wetenschappelijke ambities. Ik wil goede wetenschap die eindelijk ontdekt hoe het echt zit. En tegelijkertijd daaraan gekoppeld een soort wantrouwen hebt ten aanzien van wetenschappelijke instituties. Dan zit er maar weinig anders op. Dan moet je het zelf doen. En precies die mensen, dat heb ik dan ook onderzocht, precies die mensen die hebben dat ook. Hè. Enerzijds gaan ze dan zelf aan de slag. Hè. Daar hebben ze zelf, gaan ze zelf wetenschappelijk onderzoek doen. Ze focussen meer op eigen persoonlijke ervaringen als kennisbron. En tegelijkertijd scoren ze hoger op het idee dat het volk, hè, dus de bron van oerwijsheid, zeg maar, de kennis van de gewone man, dat ook moet meetellen. En zij onderschrijven dus ook dat hele idee dat burgers moeten kunnen meebeslissen over wetenschap en techniek. Wat je ziet bij wetenschappers en wetenschappelijke instellingen is dat de laatste tijd een heel erg grote nadruk op wat je zou moeten doen om een legitimiteitscrisis te voorkomen. Enerzijds komt dat, doen ze dat door bijvoorbeeld meer aansluiting te zoeken met politiek en bedrijfsleven, hè, dus hun onderzoek min of meer vermarkten. En anderzijds doen ze dat door meer actiever te communiceren met het algemene publiek, door bijvoorbeeld krantenartikelen of in de media op te treden. En wat je dan ziet is het volgende. Hè. Kijk, vroeger was het zo dat de wetenschap was min of meer onafhankelijk en zat lekker in de ivoren toren en deed gewoon zijn dingetje. Die onafhankelijkheid werd bezien als iets goeds. Hè? Omdat je nou helemaal geen broodheren had, kon je lekker onafhankelijk je onderzoek doen. Maar tegenwoordig kan je zeggen dat die uitlevering aan politiek, hè, of bedrijfsleven, dat het ook negatieve kanten kan hebben. En precies voor de mensen met die hoogscore op de vertrouwenskloof, hè, dus die denken van ja, ik heb wetenschappelijke aspiraties, maar ik wantrouw de wetenschappers. Precies voor die mensen werkt deze strategie dus uitermate slecht. Hè. Dus zodra de wetenschap dan probeert de legitimiteit te herstellen door aansluiting te zoeken, gaat het mis. En anderzijds, de communicatie in de media bijvoorbeeld over je eigen onderzoek,
Daar is een kenmerk dat wetenschappers, zodra ze in het publieke domein met elkaar beginnen te praten, zijn ze het altijd met elkaar oneens. De een die zegt nou helemaal wat anders dan een ander. En mensen met veel wetenschappelijke aspiraties, die vinden dat mooi, want die denken, ja, dat hoort daarbij. Dus daardoor zal de legitimiteit vergroten. Maar dan zijn er natuurlijk ook mensen met weinig wetenschappelijke aspiraties. En die vervolgens denken dan, ja, nou ja, die weten het zelf ook niet, laat maar gaan. En dus zie je dat dat als algemene strategie geen positieve, maar ook geen negatieve aspecten heeft. Hè? Dus ja, ongeveer effect nul. Hoe zie je jezelf als wetenschapper? Nou, een paar jaar geleden zei een paar collega's tegen mij na een presentatie op een conferentie in Venetië, zeiden ze, nou Achterberg, je bent eigenlijk net een soort visserman. Hè? Je staat de hele tijd met schelvissen die zaal in te gooien. En daaruit is eigenlijk de running gag ontstaan. Je bent eigenlijk een eenzame visserman op zoek naar geluk. En daarom heb ik mijn oratie maar ook zo genoemd.